Ja, dit wordt de nieuwsuitzending nummer zoveel. Dit is met Marco, de professor Dr. Marco Robinson. En we hebben vanmiddag, dus voor 10 minuten geleden, hebben wij geoefend met Skype. Nou. En toen werkte het. Eindelijk een keer. Ja? Ja? Ik zet even mijn camera aan hoor. Oh. Je bent er helemaal klaar voor? De audio komt goed door? De audio komt goed door. Waar is je headmic, man? Mijn headmic? Die hoor je niet. Tutut. Mooi, man. Echt. Ja, ik vind het eigenlijk beter als je iets buiten beeld... Nu zien we jouw mooie hoofd niet. Dan wil toch een tikje meer deze kant. Ja, een beetje meer de schoonheid van professor Dr. Marco Robinson. Ja, kom op. Oké. Maar dan moet je daar wel het geluid enigszins op aanpassen natuurlijk. Qua volume. Nee, je komt wel lekker door, man. Oké. Ja, dit klinkt heel betrouwbaar. Mooi. Ja. En het eerste onderwerp wat we hadden van al die doorgestrepen... Want we gaan de hele uitzending overnieuw doen, heb ik begrepen. Ja. Ja. Dus vrouwen in het algemeen en vrouwen in het bijzonder. Ja. Helemaal niks. Gek is dat, hè? Ja. Maar waar begin je dan, hè? Met vrouwen in het algemeen? En ja, vooral als je over het vrouwen in het algemeen wil hebben. En vervolgens in het bijzonder. Ja, en... We hebben het hier over een... professor... Laat ik het jou makkelijk maken. Hebben we het hier over een simpele vraag of een vraag? Nee, het is geen vraag. Oké. Het is een onderwerp. Oh. En onderwerpen kunnen wel vragen oproepen, en zeker dit onderwerp. Mm. Maar kijk, een vraag is gewoon een vraag van hoe zit dit, hoe zit dat? Ja. Ja, we zouden dus in het bijzonder kunnen hebben over dat zeg ik dan van, ja, dat is dan vrouwen in het bijzonder. Ja. Hoe zit een vrouw in elkaar? Buiten het fysieke, want dat is natuurlijk vrouwen in het algemeen. Ja, maar los daarvan... Dat is ook niet helemaal waar, want dan vergeet ik even de transgenders. Ja. Die zich vrouw voelen en man zijn. Ja. Ja, of man zijn. Nee, vrouw zich man voelen of vrouw zijn. Ja. Ja, fysiek en wat ze voelen dan. Ja. Dat is ook nog best wel lastig. Want ja, als we twee vrouwen het algemeen hebben, moeten we het ook hebben over de transgender. Ja, maar zeker. Ja, dat transgenders op zich zijn meer vrouwen in het bijzonder. En ik heb dus geleerd, hè? Dat in Bosnië, daar kwam dat verhaal vandaan, hè? Dat je als vrouw kon je laten registreren als man, maar dan ook geen make-up, geen gezeik, ja? En gewoon een broek aan en dan gewoon de riolering mee schoonmaken. En dan kreeg je gewoon een mannendiploma, dan werd je gewoon geaccepteerd als man. En dan mocht je gewoon, maar ook geen gezeik. En dan hoef je ook geen hoofddoek, dan hoef je ook wel geen burka, helemaal niks. Maar dan was het gewoon wel arbeiten. Moest je dan als man kleden? Huh? Dan moest je je als man kleden? Ja. Ja, natuurlijk. En dan bepaalde dus de kleding meer wat je geslacht was dan wat je werkelijk geslacht was. Ja, wat dacht je van mij? Ik ben een, je weet dat ik getrouwd ben geweest. En ja. die vrouw... En de moeder van mijn kind, die ging dus in een minirok naar het CITO. Ja.
En dan moet ze af en toe natuurlijk het kopieerpapier vervangen. Wat zit jij nou de... Ja, ik zit even een beetje met het vlimmen van jou te hannissen. Oh. Ik versta je niet helemaal. Ik heb twee dingetjes op mijn oren. Ja. Dus dan komt het vlimmen voor mij iets doffer over en dan wordt het wat moeilijker te verstaan. En nu dan? Ja, nu is het eigenlijk hetzelfde, maar laat het maar zo houden. Want als ik hier aan het vlimmen ga zitten, dan gaan we rondzing-effecten krijgen van het geluid wat ik van jou terugkrijg. Ja. En dat soort dingen. Ja. Dus, en dat willen we helemaal niet hebben. Er is ook geen sprake van. Maar goed, die moeder van mijn kind, die ging dus in de minirok naar het CITO. Ja? Het Centraal Instituut Toetsontwikkeling. Ja? En daar kreeg ze aanmerkingen op. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat ben jij van Mohammedanist dan? Nee, maar dat heeft met... ik heb ook een tijd gehad, toen werkte ik in het posttheater. En dan liep ik in t-shirtjes en had ik de mouwen afgeknipt. Ja, zodat als ik mijn armen omhoog deed, zagen mensen mijn okselhaar. Ja. En dan stoorden sommige mensen zich aan. Ja. Nou ja, dan ga je toch op een gegeven moment t-shirtjes met mouwtjes dragen. Dat maakt dan toch niet uit. Ik bedoel, als mensen dat ze okselhaar zien. Ja, misschien omdat het ze opwint, of ja, het wint ze sowieso waarschijnlijk op. Wel, waarschijnlijk wel. Maar ze maken zich er druk over, dus het zal ze wel opwinden. Ja. Ik weet er alles van. Ja. En ik zei tegen haar van, kijk, als ze daar bezwaren over maken, waarom deed je het überhaupt? Want je komt dan naar het CITO, het Centraal Instituut Toetsontwikkeling, om kinderen te leren hoe die regels ook alweer in elkaar zitten. Ja, je komt er toch niet om met je kontje te zwaaien? Nee, precies. Dus dan trek je iets passend aan in de werksituatie. Kijk, een lekker strak mantelpakje is ook best wel geil. Moet je ook niet doen. Je moet gewoon nee, in je... Nee, maar dat is wel... Ja, als je naar je werk gaat... Hey, sorry dat ik zo feministisch overkom. Maar als je naar je werk gaat, dan doe je een spijkerbroek aan. En je zorgt voor een t-shirt, een lekkere goede onderbroek. En schone sokken. Niet de sokken van gisteravond. Nee. Dat is wel belangrijk. Vooral dat laatste. Mm. In ieder geval, het is wel zo... dat het in de middeleeuwen anders was. Maar als mensen wat aan te merken hebben op je geur, ja, dan moet je er wat aan doen. Ja. Maar mij is wel opgevallen, is dat mensen je daar niet op aanspreken. Oh. Alsof ze verwachten dat je jezelf ook ruikt. Ja. En aangezien jij en ik ook de hele dag in onze eigen geur rondlopen, ruiken we onszelf niet. Ja, klopt. Dat klopt helemaal. Maar het plezier van schone sokken. Toen ik in die tijd dat ik nog bij de PA business werkte, van die boxershowen. Ja? Toen was het een gebruik om aan het einde van de avond, voordat je naar huis ging met de bus, dan deden we schone sokken aan. Ja, nee. En dat was echt een heerlijk gevoel. Maar dan moet je ochtends dus ook schone sokken aan doen. En dan doe je dus eigenlijk gewoon twee keer per dag schone sokken aan. Ja, als je hard moet werken wel, ja. Ja. Maar die sokken dat die je dan... schone sokken aan ja, doen, maar dat hallo, je die sokken die je aandoet om 5 uur 's nachts, dan zat echt op... En dan was het gewoon... werd op een fluitje geblazen. En dan deed ik echt mijn schone sokken aan. Heerlijk. En dan nog een paar uurtjes naar huis en je schone sokken. En die sokken, die kan je de volgende dag weer aandoen. Want die zitten niet vol met kaas. Maar die andere sokken wel. Want ja, als je hard gewerkt hebt tenminste, hè. Als je alleen maar een beetje aan de kanten sinaas hebt lopen suipen, ja, dan hoef je geen schone sokken aan te doen. Maar als je met die base bins
en het versterkerblok hebt lopen sjouwen. En je moest dus weten, man, wat, hoeveel kilo's die kutapparaat, dat zijn niet die accu's, dat zijn die spoelen. Die spoelen zijn zo zwaar, toch? Ja, maar zoals met alles, als je veel energie stopt in je werk, fysieke energie, doe je iets niet goed. Ik ga geen zware box optillen. Ik zorg dat ik een steekwagentje bij de hand heb en vervoer hem met een steekwagentje. Ja. Wij kregen met onze bente in die tijd. Uh-huh. En daar hadden we dus een chauffeursbewijs van niks. We konden geen vrachtwagen rijden, maar we hadden een maximale grote bus gevonden. En dan kon je met een normaal rijbewijs rijden. En dan kregen wij een optreden aangeboden in IJsselstein. Ja. En toen kwamen we eraan. Ja? Of all places. Het was een of ander communistisch gebouw. En dat optreedgedeelte, dat was op de eerste verdieping. En er was geen lift. Geen lift? Nee. Maar het was heel handig aan de buitenkant. Hadden ze een. Dus het was eigenlijk meer een darkroom. Ja, aan de buitenkant hadden ze wel een trap gemaakt. En die was enigszins recht, want aan de binnenkant kon je ook omhoog. Maar dat was. Dat was een soort. Niet zo geinige trap als je een basebin omhoog wil krijgen. En nee, maar wacht eens even. Aan de buitenkant was een rechte trap. Wacht even, wat bedoel je met geen licht? Geen dus licht. Geen licht. Geen lift. Geen lift. Ja, nee, maar is dat er ook geen TL-buizen hangen? Nee, jij hoort licht. Of bedoel je geen theaterlicht? Nee, ik bedoel lift met L, Leodar, Leonard, Isaac, Frederik, T, Jodor. Lift? Lift, Frederik. Ik moet de trap op. Ja? Je wordt gebeld. Ja, dat mag niet hoor. Je belt nog wel terug. Nou ja, dan vind ik het wel frappant dat je mijn telefoontje wel opneemt tijdens het opnemen van de uitzending. En dat telefoontje niet. Ja, want dat telefoontje heet een privé nummer. Ja, oké. Okay. Ik ben vrouw? Ook ontzettend privé altijd. Ik ben... Nee, maar was het een vrouw? Om maar even op het thema terug te komen. Nou, dat is waarschijnlijk wel. Ik denk dat dat een of andere telemarketing outbound bureau is. En die nemen altijd die geile wijven met die korte rokjes en die hoge hakjes. En dan worden ze allemaal, dan krijgen ze een dikke pik van. En die laten die geile wijven laten al het werk doen. Terwijl ze in feite de vrouwtjes met de beste telefoonstemmen zouden moeten uitkiezen. Hmm. Want die hebben mogelijkerwijs overtuigingskracht. En dan denken die mensen achter de telefoon. Kijk, de kijkeraars kunnen me zien. Dus die weten nu hoe ik eruit zie. Hmm. He, en als ze me niet kennen, niet zouden kennen, sommigen van kennen me sowieso. Ja. Ja, en die hebben wel, die houden wel van dit soort, hoe zou ik het moeten noemen? Minder serieuze discussieprogramma's? Nou, ik zou liever willen zeggen dat ik ben alleen maar serieus. Ik zit voor de lamp. Ja, ja, je moet die lamp in beeld houden, man. Ja. Ja, sorry. Een beetje een beeldje maken, man. Kom op. Ja. De camera kan ook ietsje lager misschien. Maar misschien. Er zijn futiliteiten. Of ik wat hoger kan zitten, is dat een idee. Maar nu in het bijzonder. Nu in het bijzonder. Vrouwen in het bijzonder. Ik heb het gehad over de moeder van mijn dochter. Dat vind ik een bijzondere vrouw. In het bijzonder vind ik dat een bijzondere vrouw. Ik begrijp er echt geen drol van. Oh, ken jij vrouwen die jij begrijpt? Oké, laat ik naar mijn vraag specificeren. Nou moeten we even het woord bijzonder gaan definiëren. Van, gaan we nou over jouw vrouw in het bijzonder, jouw ex-vrouw in het bijzonder hebben? Het punt is... Ja, of gaan we het hebben waar vrouwen bijvoorbeeld bijzonder in zijn? Maar dan in het algemeen. Dat vind ik heel erg goed, ja.
Oké, dan blijven we nog even bij vrouwen in het algemeen. Nee, maar ik persoonlijk vind, ja. Dus jij hebt het nee, maar even, nee, even voor de. Nee, maar ik persoonlijk vind dat je je persoonlijke relaties, zeker in dit soort dingetjes, buiten het publieke plaatje moet houden. Want? En ook al zou je het er in de kroeg met mij over hebben. Kijk, dit medium, ja, we hebben nog maar 20 kijkers. Want, nee, hallo. Ik zit, nee, hallo. Nee, Marco, dit accepteer ik niet. Ik Wat eet ik? Geen poep. Ja, ik ben geen centripeet of zo. Snap je? Dit is een gesprek tussen twee gasten die elkaar in de kroeg tegenkomen, waar een paar andere mensen bij gaan zitten. Ja? Ik heb het over vrouwen in het bijzonder. Dat mag gewoon. Of we hebben het nergens over, dat is ook goed. Dat is niet maar waar. Eigenlijk hebben we het nergens over. Dat is niet waar. Wat we doen is uiteindelijk toch maar dronkenmansgebrul. En hoe kom je erbij? Tenminste, als je het van een bepaalde kant kijkt. Ja? Hoe kom je erbij? En ja, ik vind dat het dan beter over dingen kunnen hebben die voor meer mensen ertoe doen. Kijk, jouw relatie is voor jou belangrijk. De relatie die je met haar hebt en hebt gehad. Maar die zal iedereen anders een reet roesten. Nog een keer? Zal iedereen anders? Zou het een reet roesten. Oh. En dat is niet vervelend? Dat is niet erg? Op zich is dat... Natuurlijk is dat voor jou weer erg, maar voor de rest weer niet. Omdat jij het je aantrekt en de rest niet. Ik hoorde piedeliep. Ja, dat is, ik kreeg een mailtje. Aha. Maar die ga ik ook niet bekijken. Want dat is waarschijnlijk zo'n advertentie van iemand die denkt dat het nog vaker spullen bij zich kan kopen online. Hops. En nu hoor ik weer die kraak. Ja, ik zat eventjes, dat is dan waarschijnlijk de connector van mijn microfoon aan de computer. Ja. Want ik trok een kabeltje een beetje strak. Ja. Ja, dat heb je soms, hè. Laten we teruggaan naar vrouwen in het bijzonder. Als ik mag, hè. Ja? Ik was ja, dus... Maar dan niet jouw ex-vrouw in het bijzonder. Wel, nee. Oké, nee, dan gaan we daar in ieder geval... Weet je, dat wilde ik eigenlijk ook al hebben zetten. Ja. Je mag haar natuurlijk continu als voorbeeld blijven aangeven. Je stem komt goed door, Marco. Ja. Ja, geweldig. Nou, nee, dat is mooi. Ja. En ik was in Finland, hè. Vanwege die geweldige scheidingen. Die persoon waar we dat niet meer over gaan hebben. Maar die had dat veroorzaakt. Hè? Maar we kwamen wel in Finland. En daar had ik dus vanwege, ja, uit verveling. Ik moet uiteindelijk toegeven. Ik verwachtte al van, nou, zo gezellig zal die vakantie niet de hele tijd zijn. Laat ik maar een paar boekjes meenemen. Om mezelf een beetje te verdoven. Snap je? Mm-hmm. En een van die boekjes, er was dan een aantal essays van Arthur Schopenhauer. En een Nederlander heeft dat vertaald. En die heeft die bundel van essays samengevat met de titel Er is geen vrouw die deugt. En het feit dat ik dat boekje aan het lezen was, dat werd mij verweten door een vrouw. En ik stamelde gewoon om, want zij zei tegen mij, vrouwen deugen niet. Wat zit je van porno te lezen? Want zij was Fins. Ja. Die Finnen, die moet je niet helemaal... Heeft zij zelf een boek gelezen? Nee, natuurlijk niet. Of ziet ze alleen maar een titel staan? Ja. Kijk, en dat is dus... waar het meestal op misloopt in de hele wereld. Mensen zien een kop
Hè, wat we gisteren gedaan hebben, maar wat niet helemaal uit de verf kwam technisch. Dat jij met een kop kwam en dat je me dan vraagt om een reactie. Dat is op zich een hele goeie. Omdat zo'n kop, dat zegt vaak gewoon niks. Mm. Vaak kun je daar hele andere conclusies bij trekken dan wanneer je de tekst leest. Mm. Maar sommige mensen lezen de tekst niet. Mm. Die kijken van, oh, dat boek heeft die titel en daarom is het fout. Mm-hmm. Ik bedoel, als je een boek zou schrijven, zijn vrouwen gek geworden, dan wordt dat meteen als een aanval gezien op vrouwen. Terwijl in het boek zelf kun je heel duidelijk uitmaken dat ze niet gek geworden zijn. Mm. Dat je hooguit kunt beargumenteren dat ze altijd al gek zijn geweest. Mm. Maar dat ook alleen maar in de ogen van de mannen. Maar niet heel veel gekker dan jij. Maar niet heel veel gekker dan ik, nee. Of eigenlijk maar net zo gek, maar toch anders. Ik vind vrouwen eigenlijk te saai. Ik ga liever om met iemand zoals jij. Dat is een beetje spannend. Vrouwen zijn altijd zo. Ja, maar nee, gewoon... dat is op een andere manier spannend. Ja, maar ik kan niet met vrouwen omgaan. Ah. Ja, kijk, nu komen we aan de bottom van de... Ja, de vraag is alleen of vrouwen met zichzelf om kunnen gaan. Ja. Ik heb ook zo'n medelijden. Mijn dochter heeft momenteel een vriend. Hè. Dat is een hele leuke jongen. En die is al ontzettend liefjes. Oké. Ik hoor hem niet... een beetje op te stoken. Nee, maar en je dochter niet? Die lijkt dus meer op... Mijn dochter absoluut niet. Mijn die dochter is niet lief. Nee, mijn dochter is echt een bad motherfucker, man. En dat wilde ik ook gewoon. Dat is geen probleem. Nee, maar... Het is gewoon zo. Huh? Nee, maar als het slim aanpakt, dan wordt ze een soort apps van NCIS. Huh? Ja, van iemand die een beetje raar is, maar... Ja, meer motherfucker gewoon. Ongelooflijk veel mogelijkheden heeft, ongelooflijk veel dingen ziet. Huh? Ja, en... Dat hoop ik er niet voor. Ik weet nog een keer dat ik had met haar, want haar moeder is, vind ik dus te streng. Te streng, hè? Ja, goed, maar dat... Maar ik ben ook streng. En ik zeg dus tegen mijn dochter in die tijd, voor het donker thuis. En in de zomer is dat later dan in de winter. Maar je bent voor het donker thuis. Mm-hmm. En toen kreeg ze een vriendje. En toen zei ik tegen haar, nu wordt de regel verruimd. Nu mag je thuis komen zo laat je wil. Maar je wordt door je vriendje thuis gebracht. Ja, dan is de regel verruimd. Dus dan hoef je niet meer... en toen was het dus die avond. Dat ze tegen mij zei van, ik ben rondom 11 uur, 10:30. Nou, dan weet ik alweer hoe laat het wordt. Ik zei, hallo, dan is het donker. Dus je wordt door je vriendje thuisgebracht. En toen zei ze tegen mij... Nee, dat kan niet vanuit... Ik kom er even tussen. Ja. Ik persoonlijk heb daar met mijn ouders altijd over onderhandeld. Huh? Ja, om welke tijd kom ik thuis? Jij als jongen? Dat ik om zo laat thuis moet zijn. En dat is altijd op die feestjes. Als je die tijd zegt... Dat is de tijd... Tot wanneer het ongezellig is. Die tijd daarna, dan wordt het gezellig. Ja. Want dat zijn die mensen die, die blijven, ondanks dat hun ouders succes hebben dat ze op tijd moeten komen. Mm. En de mensen die niet op tijd hoeven te komen. Ja, mijn punt is, ik vind het heel leuk dat je dit zegt, maar ik van mijn ouders, hè, in die tijd dat ik in mijn puberteit zat en naar buiten ging en mijn fiets had en een fietsbel en lang, ja. In die tijd mocht ik alles. Ik kon in principe 12 uur 's nachts thuis komen. Mijn moeder die had wel andere dingen aan haar kop. Ah ja, nee, want van jou wist je toch al dat het traagzaad was. En dat je dus uiteindelijk student zou worden. Ja, waarschijnlijk was dat.
Ik heb nooit echt last van. Maar van mijn dochter. Dan gaan ze wat dat betreft. Maar van mijn dochter, Marco, laten we elkaar geen mietje noemen. Nee. Ja. Dat doe ik ook niet. Ik ben ook belaagd. Ik geef toch precies aan. Niet wat ik van je vind, maar wat ik van je zie. Ik ben ook belaagd hier in Arnhem door naffers. Of wat zijn het? Issers? Ja, hele vieze, vuile homo, zullen we in je reet naaien? Ja, en dan mag mijn dochter in het donker over straat fietsen? Nee, ik dacht het even niet. Wel met een vriendje erbij. Dat heb ik tegen haar gezegd. Als jij je vriendje bij je hebt, want die vertrouw ik, die schopt me voor de kloten. Ja, maar als er een hele groep foute jongens op je afkomen. Ja. En het zijn er 10. Ja. Dan doet hij in zijn eentje ook niks, hoor. Nee, maar dan vechten we ons wel dood. Maar dat is gewoon echt pech. Ja. Maar in je eentje als meisje, dan leg je tegen 2 al af, man. Ja, en tegen 1 misschien al. Ja. Hè, als je verrast en je bent niet getraind in een vechtsport. Mm-hmm. Hè, ik vind dat zowel mannen als vrouwen zou we getraind moeten zijn in een vechtsport? Ja, absoluut, ja. Dankjewel dat je dit zegt, professor. Ja. Want je moet in ieder geval weten als iemand je aanvalt, hoe je je moet verdedigen. Ja. Kijk, andersom, andere mensen aanvallen, ja, dat zou je niet moeten doen. Ja. Maar het gebeurt. Ja. En om redenen die ik nog kan begrijpen ook. Wacht eventjes. Nu moeten we even een zijspoortje gaan maken. Die aanvallers hebben een reden. Meestal wel. Leg uit. Het kan op verschillende manieren liggen. Het kan een diep religieuze reden zijn. En dan vind ik het eigenlijk een onzinreden. Maar ja, goed, iemand kan emotioneel geraakt worden door woorden uit een boek. En die woorden dusdanig serieus nemen. Het is een beetje zoals. Ken jij die beelden van Johnny de Selfkicker? Dat is een dichter. Dat is een dichter, een Arnhemse dichter. Johnny van Doorn. Johnny van Doorn, ja. Die had in Amsterdam een poëzie-recital gegeven. Vlak voor de pauze. En in die pauze liepen er een heleboel mensen in die pauze rond. En die liepen zijn verzen maar te herhalen. Als een soort zombies. Ja. Hoe kan dat? Was een vooropgezet plan. Het zou kunnen. Maar als het nou eens geen vooropgezet plan is. Ja, leg uit. Johnny van Doorn, om je eventjes nog zwakker te maken. Het Johnny van Doornplein, daar stond de eerste Vroom en Dreesman. Dat was aan het Velperplein. Nee, dat was het Johnny van Doornplein. Nee, het heet pas sinds kort Johnny van Doornplein. Maar daar stond de VND, de Vroom en Dreesman. Ja, daar stond de Vroom en Dreesman. Dat ook en ik heb... Vroom en Dreesman is ook een Arnhems bedrijf geweest. Ja. Vroom en Dreesman waren twee textielhandelaren. Hmm. Net zoals Peek en... Kloppenburg. Kloppenburg, ja. Je hebt ook nog Turkenburg, heb je ook nog gehad. Je hebt er nog meer gehad. Je had Van Harens Bazaar. Ja. En het waren allemaal... Dat zijn winkelbedrijven. Die zijn allemaal uit de textielaankoop ontstaan. Ja. Nu gaan we eventjes heel diep, hè. Dat is allemaal de schuld van Eva. Oh, dan gaan we weer terug op het onderwerp als vrouwen. Ja, want het kwam allemaal... Want voor Eva, voordat Eva met de slang ging babbelen en van die boom ging eten, liepen we lekker in onze blote kont. Ja, dat klopt. Hey, puntje van Perry. Nee, dat is absoluut een puntje voor Perry, want dat klopt. Ja. Als je tenminste gelooft dat het scheppingsverhaal klopt.
Of je gelooft dat er een evolutie is. Maar ja, daar wil ik het natuurlijk al eeuwen met je over hebben. Ja. Maar nu ben je eindelijk goed in beeld en je audio komt goed door. Ik denk dat deze audio echt goed gaat kloppen. Ja, nee, ik denk ook dat dit dan de setup is. En ook het beeld is heel goed. Hanteren. En jij hebt een fucking waterpijp rechts achterin. Wat heb ik rechts achterin? Ja, van mij uitgezien dan, recht achterin. Oh, die lamp. Nee, naast die lamp zat daar een waterpijp. Dat is een waterpijp, ja. Ja, mooi man. Ja. Hoe lang geleden heb je die voor het laatst gebruikt? Die heb ik nog helemaal niet gebruikt. Dat is een cadeautje van de koffieshop. En dan moet ik wel zo'n groot koper zeefje voor aanschaffen. Ja. Die hebben ze bij het winkeltje beneden niet. Hmm. Ja, want er zitten gewoon een paar gaatjes in, omdat het, ja, het is toch een waterpijp. Dan kunnen die vonkjes er wel in vliegen. Alleen ik heb dat liever niet. Ach, dat omdat een grammetje hashies kost toch wat, weet je wel. Ja. En als dat dan meteen allemaal al op in het water valt, letterlijk. Dan heb je er niks meer aan. Dus dan denk ik, die gaatjes zijn te groot. Ik vind een heel mooi internet zo. Dat was eventjes, want we moeten natuurlijk wel over naar vrouwen in het bijzonder. En de moeder van mijn kind, daar hebben we gewoon over gehad. En mijn kind is ook een vrouw. Maar, even over het gesprek, over die, wat ik zeg te zeggen. Ik zei dus toen tegen haar, oké. Want er was een paar jaar daarvoor dat ik haar al had gezegd. Lieve schat, als jij een eigen mening hebt, is dat jouw mening en die ga je gewoon uitvoeren. Ja? Maar laat me even uitpraten. En die avond. Ja, nee, maar jij roept een hele interessante vraag op. Oh, mooi zo. Zijn we het geslacht waarmee we geboren worden? Nee, natuurlijk niet. Dat geldt zelfs voor transgenders. Nee, maar niet waar. Transgenders, dat zijn invalide. Nee, zo zie ik ze niet. Jawel. Als je vrouwelijk wil zijn, dan ga je gewoon lekker vrouwelijk doen. Als je mannelijk wil zijn, dan ga je lekker mannelijk doen. En je moet allebei zijn. Je bent niet een van beiden. Dat is gewoon helemaal niet waar. Je bent gewoon hier op aarde gesmeten. Ja, oké. Okay. Er zijn er ook mensen die hebben gewoon half afgedaalde ballen. Nee, maar erg goed. Er bestaan geslachten. Hmm. En zo zijn we nou eenmaal ingedeeld. En dat heeft een evolutionair. Schijnt een evolutionair voordeel met zich mee te brengen. Hmm. We gaan het toch over evolutie hebben. Ja. Mijn favoriete onderwerp. Ja, natuurlijk, ja. Ja? Ja, en dan is er een reden in de evolutie waarom er mannen zijn en waarom er vrouwen zijn. Oké, even terug. Nee, nu pak ik je even terug. Ja, nee, maar... Nee. Nu ben ik even aan de beurt. Ook over mannen in het algemeen hebben. Nee. Of doen we aan seksisme? Ja. Hoe zit het ook alweer met XLR-pluggen? Praat je daar over mannetjes en vrouwtjes? Ja. Ja? Praat je ook over drie... Je hebt ook verloopplugjes van mannetje en van vrouwtje naar vrouwtje. Heb je ook een derde plug? Nee, wat ik zeg, je hebt verloopplugjes. Nee, hè? Nee, er is geen derde XLR-plug. Er is alleen maar een mannetjes XLR en een vrouwtjes XLR. En dat geldt ook voor de stopcontacten. En die hebben er ook maar twee. Nee, maar je hebt verloopplugjes. Ja, van mannetje naar vrouwtje. Je hebt een plugje van mannetje naar mannetje. Hmm. Of van vrouwtje naar vrouwtje. Ja. Afhankelijk van de situatie. Ja, maar het blijft mannetjes en vrouwtjes. Moet je verbinden tussen zetten. Het blijft gewoon mannetjes en vrouwtjes. Punt. Maar als je een kabeltje wil verlengen... Ja. Ik ken die problemen. Ik heb mijn dochter ook naar Radio Piet gestuurd met een hele duidelijke opdracht. En ze kwam terug met een mannetje en dat had een vrouwtje moeten zijn. En dan kan ik weer terug naar Radio Piep om te zeggen... Nee, maar sorry, dat overkomt mij ook wel eens. Hmm. Ja, en... Ja, had ik het dan toch maar andersom gedaan. Ja. Maar als ik een fout maak, kan ik die fout in zekere zin herstellen. Maar ik moet er misschien het kabeltje
wat ik verkeerd gekocht heb betalen. Mm. Nee, want in die zin hebben we geen garantie van als je het verkeerde ding koopt op het verkeerde moment. Maar het werkt op zich wel. Mm. Dan heb je geen garantie. Bij Radio Piep trouwens, mag je gewoon altijd je spullen terugbrengen. Ook al heb je ze uitgepakt. Volgens mij wel. Wat maakt het hully uit? Als die kabel maar werkt. Ze, moeten ze er een nieuwe doos omheen doen? Nou, nee man. Ze testen het, het werkt. Testen, ja, dat kan zo. Ik vind Radio Piep vind ik beter dan die andere. Nee, maar Perry, het feit dat we nu dit gesprek zo op deze manier doen, hè, dat heeft ons eigenlijk alleen maar een dag testen gekost. Het was wel een hele mooie opname, hoor. Ja, daarom. Maar het heeft ons maar een dag testen gekost. Ja. Gisteren ging alles mis. Ja. En misschien ook wel om de goede reden. Thuistelefoon die ik heb. Mm. En die thuistelefoon die jij hebt, dat is gratis. Mm. Maar daar hebben we toch wel wat technische problemen mee. Absoluut. En dit, zoals we nu zitten, gaat het als een zonnetje. Ja. Je kunt aanmerkingen hebben als ik zeg van nee, ik wil die microfoon gebruiken die op mijn camera zit. Mm. Ja. En dit is een mooi beeld door. Trouwens, hè, zo van we want you to be the next. Dit is heel leuk, man. Je kan er ontzettend mee spelen. En jij van ons tweeën hebt het beste haar. Nou, ik heb in ieder geval het langste haar. Maar, je bent. Wat is het verschil tussen een goed haar en... Nee, sorry dat ik het even zeg. Sorry, je bent Perry. Iets ouder dan ik, dus je hebt je haar iets langer. Ook heb je er iets minder van. Ja, maar... Bij jou groeit het beter, hoor. Bij mij groeit het beter. Ik ken mensen die net zo lang haar hebben als ik, maar die hebben het veel langer. Ah. Dat is een rare Nederlandse zin. Ik ga hem herhalen. Ik ken mensen die hebben veel langer haar dan ik, maar die hebben het net zo lang. Prachtig man, ben jij soms een Chinees? Ik ken ook mensen die hebben net zo lang haar als ik, maar die hebben het kort al. Dat is een fucking goede joke man. Ja, ik moest er even over nadenken. Maar dit is nou voor mij een leuk moment, omdat ik hier laat zien dat sommige dingen in mijn geest niet komen uit boeken of uit een gerepeteerde mop, maar dat ze gewoon spontaan in mijn hoofd opkomen. Ja. Pure interpretatie. Ja. Improvisatie. Ja. Kijk, dat is dan ook weer zoiets, dat kan ook gebeuren. Ja. Maar pure improvisatie. En dan niet dat je dan volgens een bepaald formaat werkt. He, zoals bijvoorbeeld de lama's doen, die steeds een bepaald spel spelen en dan moeten ze improviseren. Ja. Nee, gewoon puur improvisatie uit het feit dat wij gewoon met elkaar praten en daar komt iets uit. Ja. Ja. En ja, zoveel onderwerpen, Marco. We kunnen gewoon... Ik zie ons al gewoon optreden en dan allebei met zo'n headmic. En gewoon in de... allebei met een headmic, hè? En dan hebben we allebei achter ons laptop zitten. Ja. En dan doen we dit gesprek. Ja. Ook online. Ja. Maar ook ten opzichte van het publiek. Gewoon 80 man of zo, ja. Nou, ik vind dat, dat is wel iets waar ik naar streef. Hè? Dat we inderdaad achter een laptopje gaan zitten. En dan, jij doet het geluid, ik doe het licht. Ja. Maar we zitten allebei achter een laptopje. Zo'n soort compleet geïmproviseerd gesprek. Ja. We hebben wel een. Nou, we gaan het hebben over vrouwen in het algemeen en in het bijzonder. Ja. Nou, hoeveel van onze tekst gaat er over vrouwen in het algemeen
En in het bijzonder. Ja. Nee, we hebben het over hele andere dingen. Dat is net zoiets als wanneer ik zeg van, nee, de volgende keer... Hebben we het over evolutie. De volgende keer weer doen, dan gaan we het weer over evolutie hebben. Ja. Dat is, lijkt me een veel beter onderwerp. Ik heb zo'n medelijden met vrouwen. Ik heb een vrouw... Waarom? Ken jij dat nummer, They're Only Making Plans for Nigel? Ja. Nou, daar wordt ook alleen maar gezegd van, he should be happy in his world. Uh-huh. Nou, en dat is waar het hele menselijke bestaan om zou moeten gaan. Alleen moeten de mensen die plannen maken wel begrijpen dat Nigel het misschien er niet mee eens is. Dat Nigel iets anders wil. Uh-huh. Nou, je zou hier nou gewoon een nummertje We're Only Making Plans for Nigel onder kunnen zetten. Ja, natuurlijk, ja, maar dat mag maar voor zoveel seconden, anders krijg je een copyright blok. Ja, nee, maar je hoeft ook niet meer dan zoveel seconden. Hoeveel seconden mag het dan? Nou, je hoeft alleen maar... We zullen gewoon neuren. Even een kleine introotje. We're only making plans for Nigel. Oh, en als ik het zo zing. Ja, kortom. Wat jij dus wil zeggen, jij bent net zo'n anti-feminist als ik. En die wijven, die moeten gewoon zichzelf... Nee. Nou ga je bij dingen aanhangen die niet kloppen. Goed zo. Ik ben anti-feminist. Ik ben zeker geen anti-feminist. Want als ik een antifeminist zou zijn, dan zou ik een, hoe noem je dat, hoe noemden ze dat vroeger nou, een male? Gaan we door. Wonderlijk. Nou ja, in ieder geval vond je dan, en het laatste was pik, male. Oh ja, dat is male chauvinist pik. Chauvinist, een MCP. Ja, een MCP, dat noemen we dan een MCP. Ja. Nou nee, dat lijkt me goed. He, want we korten tegenwoordig alles af. SJW's, MCP's. Ja. Ja. Ik weet het. Heel chauvinist pik. Even wachten hoor, ik ga even de eindmuziek opstarten. Ja, maar dat zou dus eigenlijk We're Only Making Plans for Nigel moeten zijn. Wat mij niet kent. Hoor je hem? Dat is goed, hè? Heerlijke muziek. Happy. He must be happy. He must be happy. Ja, nou moet je wel afbreken. Ja. Want ja, nou anders krijg je gewoon... copyright problemen, man. Ja, en dan krijg je problemen met YouTube. Ja. Dan ga ik jou maar even full screen zetten. Even terug. Full screen mij. Ja, full screen you, motherfucker. Ik ben even terug. Nee, maar je hebt toch wel iets beters om naar te kijken? Maar mooie nou. Muziek, hè. Doen dat, tada, dun, dat, tada, dun, dat. Waren dat nou Illuminati? Ik denk dat het meer een reactie is op... ja, ik weet niet of jij het Engelse uitdrukking kent. It's a bedlam. Niet per se. Nou, in het Nederlands heet dat het is een gekkenhuis. Ja. Dat kan positieve en negatieve dingen betekenen. Ja. Ja? Als je een feestje organiseert en je zegt, ah, het is een gekkenhuis. Ja. Nou ja, als je geld wil verdienen en degene die het feestje georganiseerd heeft, verdient er veel geld aan en die zegt van, het is een gekkenhuis. En hij kijkt daar blij bij, dan
is het een positief gekkenhuis. Ja. Maar hij kan evengoed de politie bellen, 911 bellen. En hij zegt tegen de politie van, ja, het is hier een gekkenhuis. Ja. Er moet ingegrepen worden. Mm-hmm. Ja, dus gaan we... Wat gaan we doen? Ja, niet... Ja, ja, ik heb een dansfeestje georganiseerd voor mijn dochter tegen haar wil. Tegen ja, haar wil? Ja, ja, maar ik ben haar je vader, hè. Nooit feestjes organiseren tegen mensen hun wil. Ja, ik doe dat dus wel. Feestjes organiseren. Ja, nee, nee, ik ken mijn dochter. Ik ken mijn dochter. Ik ken mijn dochter. Wat ik gedaan heb, ik heb gewoon kleine briefjes gemaakt. Echt van 6 uit 1 A4 of zo, van die kleintjes. Hè? En dan de dance list, de tracklist, erop gezet. En iedereen wilde komen dansen. Dus ja, toen moest mijn dochter overstag. Oh, is ze zo stug? Ja, 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 ja. Die moet eerst overtuiging krijgen van haar vrienden, dat ze dat haar vrienden het allemaal willen. Nou, dan komen de vrienden allemaal. En dan zei ik nog van half om half. Vier dus, jongens. Dus, nee, maar... Dus ja, niet, nee, laat even duidelijk maken. Maar, niet. Ja, vind ik het minder... Ze is dus niet minder een trendsetter dan dat ze een trendvolger is. Nog een keer. Ze is dus meer een trendvolger dan dat ze een trendsetter is. In dit geval wel, zeg ja. Zeg het nu even in een andere context. Ja, 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 precies, ja, ja. Maar, En toen zei ik dus tegen haar van... Ja, maar dat geeft aan dat ze een bepaalde onzekerheid heeft. Absoluut, absoluut. Absoluut, absoluut. Zonder meer. Zonder meer. En ik ben haar vader. Nee, maar die onzekerheid is nergens voor nodig. Ja, precies. Ik ben daar om haar van haar onzekerheid af te helpen. Dat is mijn rol als vader. Nee, maar Perry... Ja. Dan heb je mij als medestander. Ja, nou mooi zo, mooi zo. En zij dus ook. Ah. En dan zit ik hier wel met het grote vingertje. Met het vingertje. Zo hier. Ja. Zo midden in je camera. Ja. Zo hier. Daar. Ik zie je wel. Ja. Maar ik wijs het vingertje net zo goed naar mezelf, hoor. Want ik zie hem ook in het midden van de camera. Of... Je moet die kinderen... Je moet... Want het liep uiteindelijk zo af... dat ze kwamen dus met vier jongens en vier meisjes. En ze gingen dus niet schuifelen... Niet van die salsa dingen of zo, hè? Maar ze gingen line dansen. Maar weet je wat ik wel grappig vind, hè? Ja. Dat één instelling die ik in Sky heb gedaan, die altijd goed heeft gewerkt, is dat ik mijn camera heb ingesteld op spiegelbeeld. Ja. En dat er bij jou in spiegelbeeld van spiegelbeeld weer terugkomt. Dus het kleine beeldje wat ik zie zo hier, ja. Dat is mijn spiegelbeeld, maar bij jou komt hij zo over. Oh ja, maar ik zie je ook in spiegelbeeld. Alsof het spiegelbeeld is omgedraaid. Kijk, wat ik hier in mijn linkerkant zie binnenkomen, zie jij volgens mij via de rechterkant binnenkomen. Ja. Ja. En er is een reden waarom ik dat zo ingesteld heb. Nou, vertel de kijkeraars. Want ik kijk namelijk naar mijn spiegelbeeld. Want dat ben ik gewend. Spiegelbeeld, vertel eens even. Wat is weet dat je, weer? Het gekke is, ja. dat spiegelbeeld, dat besef van spiegelbeeld, zijn een heleboel dieren die dat ook hebben. Apen hebben het, dolfijnen hebben het. Hoezo hebben we dolfijnen een spiegelbeeld? Die gaan hun tanden controleren terwijl ze langs een luchtbel gaan. Die werkt als een spiegel. Oh, ja. Ja. Dolfijnen kunnen maar zichzelf daar zien. Daar zijn mensen. Jij gaat mij nou als... Fucking, wat voor een professor ben je nou? Biologieprofessor? Jij gaat mij als biologieprofessor lopen vertellen dat dolfijnen zichzelf kunnen ervaren. Die kunnen in een luchtbel zichzelf zien.
dolfijnen ervaren zichzelf. Oh, vandaar dat jij professor heet. Volgens mij, en ik kan het bij het verkeerde eind hebben, maar volgens mij is dat wetenschappelijk bewijzen. Dat zij zelfbewustzijn hebben. Ik heb het met poezen ook meegemaakt. Niet alle poezen. Ik heb poezen meegemaakt waar ik denk van, gadverdamme wat een stront. Maar ik heb ook poezen meegemaakt en die waren het. En die waren anders. Ja, dat ging kattenbak nodig. Maar ik heb, laten we het dan hebben over katten en katten in het bijzonder en katten in het algemeen. En, ja, precies, ja, want van kat naar kut is niet zo'n groot verschil, hè? Nee, maar katten zijn eigenlijk best wel rotbijster. Ze blijven je tergen. Hè? Ze gaan bij je op schoot zitten terwijl je iets beters te doen hebt. Ze lopen van je weg als je ze wil aaien. Ja, zo zijn katten. Maar ze poepen en piezen wel. Ja. En dan verwachten ze ook nog dat je hun kattenbak schoonmaakt. Ja, absoluut. Ja. Ah, hey. Want dat ben je voor als man. Hè? Nee, goede gasten. Het schijnt. Maar natuurlijk valt te verwachten dat je je eigen hok schoonmaakt. Huh? Tot zover je jezelf daarin prettig voelt, denk ik dan. Ja. Dus het is gewoon. Het gedrag van beesten vind ik echt onuitstaanbaar, eigenlijk hoor. Ik zie echt een groot verschil. Ik snap ook echt niet waarom er mensen zijn. Ja, maar mij zie je dan als wat beesten doen, als het niet menselijke? Absoluut. Kijk, ja. Ik kunt mezelf daar. Los van die enkele beesten die ik betrapt heb. Wij mensen zien toch graag onszelf als de wezens die de wereld schoonmaken. Ja. Ja, maar als we de wereld schoonmaken, dan is er op een gegeven moment geen leven meer mogelijk. Als we de wereld te schoonmaken, in ieder geval. Ja. Ja. Dan noemen we het gouden tijdperk, toch? Maar kijk, als we de wereld totaal laten vervuilen, is er op een gegeven moment ook geen leven meer mogelijk. Nee. Dus we moeten daar een balans tussen houden. Ja. Tussen die twee dingen. Ja. Viezigheid en schoonheid. Dingen niet nieuw laten zijn. Ja, maar dat heeft God toch allemaal verzonnen. Jij zit een beetje. Jij zit een beetje Genesis 1 tot en met 6 te herhalen ofzo. Maar als je mij nou vraagt, hè, hoe zie ik bijvoorbeeld als atheïst reïncarnatie, zie ik dat als een mogelijkheid? Dan zeg ik ja. Is er een mogelijkheid in het universum? Dat ook het bewustzijn, het individuele bewustzijn, zich recycleert. He, dat het zich opgaat in de massa van het totaal en weer terugkomt als individu. Ja. Dat is absoluut mogelijk. Van de Terminator, van dat die zei, I'll be back. Maar hij was niet de eerste die dat zei. Ik heb laatst iets gezegd dat iemand zei dat op dezelfde manier. I'll be back. En dat was een hele andere acteur. En dat was een veel oudere acteur. Wie was dus Arnold Schwarzenegger. Zwarte blanke. Ja. Een zwarte neger, ja. Ja, nee, een zwarte blanke. Oh, dat is leuk. Dan hebben we zo'n blonde superfiguur, die het helemaal niet is. En die noemen we dan Arnold Schwarzenegger. Nee, is Arnold Schwarzenegger, man. Kom op. Hou me dan niet bij de. Jij begint altijd over een Joodse aanwezigheid. Dan zit je weer met een neus te nemen. Donkere huidskleur. Ik probeer dat heel politiek netjes neer te zetten. Met een donkere huidskleur. Dan maken we daar een zwarte blanke van. Of een wijze blanke. Een wijze blanke. Ik vind het wel goed. Arnold, wijze blanke. Ja, maar geen Arnold.
Adolf Weissenblanke. Kom op. Nee, geen Arnold. Heinrich Weissenblanke. Mokombe. Mokombe. Mokombe Weissenblanke. Nee, Mokombe Weissenblanke. Dat lijkt me een hele leuke naam. Ja. Moet ik even kijken of die nog vrij is. Ja. Nee, want je weet hoe het is met namen. Je wordt ingeklikt wat ik weet, ja. Ja, ik zit de laatste tijd een spel te spelen. En misschien moeten we, ook als dit werkt, ja, kunnen we doorgaan naar, naar de volgende stap. Mm. Want nu hebben we beeld en geluid. Ja. Maar nu heb je mijn webcam. En niet mijn beeldscherm. Precies, ja. Ja, en jij kunt me al je beeldscherm laten zien. We kunnen gewoon combineren. Wat jij op je beeldscherm hebt. Ja, hoe, ik zie nog steeds hoe ik er op mijn beeldscherm uitzie. Ja, maar jij ziet er het beste uit van ons twee. Jij dat vormgegeven hebt en ik weet dat je het kan, want je hebt me dat al laten zien. Ja. Dat lukt me wel. Ik vond het een geweldig mooie, leuke. Maar het wordt wel even knippen. Ja, maar deze was een stuk beter dan gisteren. Absoluut, de audio is voor me echt goed. Ik ga nu de boel saven, Marco. Laten we het zo zeggen, als de techniek goed is, komt de rest ook wel goed. Het is een klein beetje kraak, nog steeds een beetje op, maar dat hoor je wel als je hem even terugluistert. Ja, als dit toe kraakt het. Ja, af en toe dan moet je even kijken hoe de kabeltjes zitten. Weet je, dat is ook weer een effect van als ik dit doe. En nu hoor ik niks. Als ik dit doe, hoor ik nog steeds niks. Kraakt het ook wel een beetje, maar een stuk minder. Nee, bij mij niet. Dus dat geeft ook wel aan. Nu hoor ik kraak. Juist storingen. Als jij op gaat staan. Wat mijn emotionele basis is van. Ja. Hoe ik erover denk. Precies, ja. Ik zeg ook, ik ben niet 100% rationeel. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Ik probeer overal naar te kijken. Ja. Ja, van. Want deze wereld is een moeilijke wereld. Ja, en onze hersenen hebben zich ontwikkeld uit een heel lang proces om in deze wereld iets van deze wereld iets te maken. En daarom vind ik evolutie zo fantastisch. Dus ik denk dat de aflevering toch weer over de evolutie. Moet je nou alweer grappig afsluiten? Grappig? Of filosofisch? Of, ja, in ieder geval. Ja, ik vond het een hele mooie. Nee, laten we het volgende doen. Ja. En dat laten we een aansluiting maken naar de volgende uitzending. Ja. En dat is. In de volgende uitzending wil ik het over hebben over dat jongetje van 12 jaar. Ja. Wat in Turkije. Is opgepakt met een bomgordel om. Mm-hmm. Jongetje van 12 jaar? Mm-hmm. Met een bomgordel. Met een bomgordel. Mm-hmm. Waar is dat goed voor? Meer, wat een woede of verdriet. Spreekt hier uit. Ja, nee, maar goed. Ja, nou, ik hoor je maar, hè. Een duidelijke vraag. Waar is dat goed voor? Ja. Dat zo'n jongetje van 12 jaar, waarom moet hij zich nou al opblazen? Heeft hij geen perspectief? Ik denk het, wat je zegt. Nou, dat geeft dus aan dat die extremistische islam kinderen geen perspectief biedt. Ja, en dit had weer opgenomen mogen worden. Het is opgenomen. Oké, dat is goed. Nee, dat was je afsluiting toch? Wil je nog iets zeggen tegen de kijkeraars?
Oh, omdat... Als die VVD-minister... Afsluiten is altijd zo moeilijk. Ach, kom op. Zal ik afsluiten dan? Maar kijk, Perry, dat is ook weer zoiets. Nee, tegen de luisteraars, kom op. Ja, oké. Het laatste woord, kom op. Ja, de luisteraars. Maar het is natuurlijk altijd zo. Als we dingen technisch goed werken, dan werkt de rest vanzelf mee. Geweldig. Mijn afsluiter, Perry. Ja, goed zo. Ik heb het nu afgesloten. En nu moet jij even aan de lijn blijven hangen. En ik ga nu ga ik zelf afsluiten, ja? Huh? Ja, ik ga nu... hou je mond. Nou, luisteraars. Dit was een van de allerbeste audio, video... Ja, tot nu toe. Ik heb samen met professor Dr. Marco Robinson bewezen... dat het spreekwoord oefening baart kunst, dat slaat daadwerkelijk ergens op. En ook hebben we het gehad over vrouwen. Ja, dat was echt was wel een lange uitzending, maar... Nu ga ik echt afsluiten en ik zeg tegen jullie allemaal tjus.